Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is bezig het vervolgtraject voor de hervorming van het totaalonderwijs voor te bereiden. Dit doet zij samen met vertegenwoordigers van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank IDB, die voor een tweede missie in Suriname vertoeven van 3 tot en met 7 juni 2019. Minister Verrier hierover. Nogmaals, we zijn aan het voorbereiden, het vervolg. We hebben gehad bijp 1, we hebben gehad bijp 2. Maar tegelijkertijd zijn we ook bezig met de IDB met STES. En dat is het vervolg van het VOJ-onderwijs. We zijn bezig met de IDB en de CDB met TIFET en ETIFET. We zijn ook bezig met de wetgeving op het gebied van primair en secundair onderwijs. En die hele onderwijsstructuur. Dus deze missie moet garanderen dat de continuïteit er is. En dat betekent dat we nu met de IDB afspreken, nogmaals. Je hebt nou al vanaf al die jaren zoveel geïnvesteerd. We zijn er nog niet. We moeten de garantie hebben dat die gebieden die nog niet betrokken zijn, dat we die nu ook bekijken en plannen voor de komende 5 en 10 jaar. En het is dus een heel belangrijke missie. En het is ook belangrijk dat de missie goed voorbereid wordt. Want nogmaals, die continuïteit die moeten we garanderen. Ik kan bijvoorbeeld niet hebben dat we straks de wetgeving rond hebben. Maar dat wat in de praktijk met de afdelingen en zo moet gebeuren, dat dat niet in place is. Begrijp je? Dus nogmaals, we hebben het ook heel goed voorbereid. Ook vanaf januari, dat we nu zeggen van oké, zo gaan we verder. Behalve IDB en het ministerie van Onderwijs zijn er ook andere actoren die hierbij betrokken worden? Ja, we zullen morgen bijvoorbeeld praten over public and private partnership, de denominaties. We hebben een subsidiebesluit dat dateert van 1939. En het is nu echt nodig dat we een aantal zaken gaan herzien. Herformuleren, ook de hele kwestie van de subsidie. Wat is de bijdrage van met name de FIBOS, scholen in het binnenland? Hoe moet die samenwerking er verder uit gaan zien? Maar ook, nogmaals, we bekijken eerst heel breed van wat zijn de obstakels? Wat frustreert eigenlijk het leerproces van de kinderen in het binnenland? We weten bijvoorbeeld dat de FIBOS niet altijd werkt met gekwalificeerde leerkrachten. Nou, als dat een obstakel is, dan moeten we gelijk zeggen, wat gaan we daaraan doen om dat op te heffen? We zijn heel erg oplossingsgericht. Deze missie is om ook, ze komen met hun consultants, om te kijken van oké, maar hoe gaan we dat oplossen? Het is heel erg oplossingsgericht. Wat moeten we in kaart brengen, zodat we nu in het vervolg die problemen niet meer hebben? Als van 3 tot 7 juni dit project is geweest, wanneer is de volgende keer dat jullie weer bij elkaar zullen komen hiervoor? Nou, deze mensen werken keihard. Wanneer we deze missie hebben afgesloten en nogmaals scannen alles, hè, ook onze financiële department en kan je plannen en hoe zit het met je dataverzameling, alles wordt eigenlijk even onder de loep genomen, zodat we ook weten. Nee, het is uitvoerbaar. Het is eigenlijk een quick scan van het ministerie. Dan moet op 17 juni, dus binnen 2 weken, moet het rapport al af zijn. Van dit is wat we gaan doen. Dan gaan we het weer allemaal bekijken. En dan komt er in eind augustus komt de derde missie. En die gaat dus ook weer kijken van oké, dit zijn de risico's. En deze dingen moeten zeker, voordat alles in orde is, moeten die dingen aangepakt worden.